Leg uw been gestrekt neer en span vervolgens uw bovenbeenspieren maximaal aan. Hierdoor wordt uw knie gestrekt. Houd deze spanning vijf tellen vast en ontspan daarna. Probeer bij het aanspannen van het bovenbeen ook de voet naar u toe te trekken. Leg een opgerolde handdoek onder uw knie. Strek vanuit deze gebogen positie uw knie en span hierbij de bovenbeenspieren maximaal aan. Hierbij komt de hiel los van de ondergrond. Houd deze spanning vijf tellen vast. Met deze oefening traint u de spierkracht van het bovenbeen. Het is daarom belangrijk dat u doorgaat met oefenen totdat er vermoeidheid optreedt. Til het been met een gestrekte knie op, houd dit vijf tellen vast en laat het been vervolgens rustig zakken tot op de onderlaag. Herhaal deze beweging totdat vermoeidheid optreedt in het bovenbeen. Neem dan kort pauze van zo'n 30 seconden en probeer het dan nogmaals 10 à 15 keer uit te voeren. Op het moment dat u niet meer in staat bent de knie goed gestrekt te houden, dient u te stoppen met de oefening. Om de strekking van de knie na de operatie te stimuleren, kunt u een rolletje onder uw hiel leggen. Door het been volledig te ontspannen, zakt de knie in een verdere strekking. Het kan zijn dat dit een rekgevoel geeft aan de achterzijde van de knie. Dit mag. We proberen met deze oefening namelijk de achterzijde op te rekken. U kan variëren in de grootte van het rolletje en in de tijdstuur. Oefen altijd op geleide van pijn. Laat uw been ontspannen afhangen en laat het been rustig schommelen.